Yo mensen, in deze video gaan we iets monteren. Ah, hier ligt hij. Kijk, het zou zomaar kunnen zijn dat deze mooie schakelaars bij Thomas kapot zijn. En dan kan het ook zomaar zijn dat jij op Marktplaats of ergens anders een andere schakelaar vindt. En die wil je dan natuurlijk hierop zetten. En dat gaan we doen in deze video. Mocht je dat mooi vinden, knal vast een duimpje omhoog. Stap 1, haal je oude schakelaar los. We hebben hier bovenop dus twee van die mooie kruiskopjes. Ja, dat is moeilijk altijd, hè. En die moet je even losschroeven. Kijk, en hier heb je dus je oude schakelaar. En het is redelijk simpel, want je ziet hier zo alle draadjes. Die oude die is ook losgeknipt bij de draadjes. Dus deze moeten we ook vergelijkbaar los gaan knippen. Moeten we van tevoren, en dat raad ik wel aan, even een fotootje maken. Dat je ziet welke kleur draadjes erop zitten en zo. Dat je het sowieso niet fout kan doen. En dan gaan we hem omwisselen. Als we dan hier zo ook dicht op de schakelaar kijken, dan zien we hier zo allemaal nummertjes staan. Dus voor jullie documentatie hebben we het ook alvast even opgeschreven. Nummertje 1 is geel, nummertje 2 is grijs, nummertje 3 is wit, nummertje 4 is blauw, 5 is bruin, 6 is groen en 7 is zwart. Alsjeblieft, hè. Wat we kunnen kijken is dus of dat we hier zo ook de kabels los kunnen solderen. En dan vervolgens om kunnen wisselen. Dus gaan we even de soldeerbout erbij pakken. Hoppa! Vogeltjes hier, joh. Nee, joh. Ik denk dat iedereen thuis dit op zich wel weet. Maar gewoon voor de volledigheid zorg je nu dus dat er overal weer goed tin op alle draden zit. En natuurlijk, als je soldeert, zorg je dat met tin alles mooi aan elkaar zit, goed contact maakt. Ja, makkelijkste is als je een stukje wegknipt eigenlijk. Dus misschien dat we dat toch wel gaan doen. Kijken of dan nog genoeg kabel om overhouden. Ja, ik denk dat het wel moet gaan lukken. Ja, een klein stukje. Dus dan haal een klein stukje overal vanaf en dan gaan we dat gebruiken. Zoals fris. Ja. Dan gaan we eerst de nieuwe schakelaardraadje afhalen. Ja. Hier dus hetzelfde trucje en ook weer alle draden los solderen. We hebben dus de draden eraf gehaald en we zien dat bij nummertje 3 hier zo het tin ook heel erg snel los liet en niet goed wilde plakken. Wat je zou kunnen doen is om te kijken of je het een beetje schoon kan maken door het bijvoorbeeld een beetje op te schuren of zo, zodat het tin weer lekker goed hecht. Nu wordt het tijd om alles weer vast te solderen. Het is dus een beetje moeilijker dan het los solderen. Dus ik zeg dat het tijd is voor een timelapse, of niet? Ja, kijken of het gaat lukken zo. Ja. Wel te weinig handen met solderen. Ja. Dat was weer even een klusje. Wat zit er allemaal op? Ja, degene die we dus met de Dremel aangevallen hebben, zit het beste. Mooi. Maar goed, de rest zit ook wel. Maar we gaan het even controleren. Ja. Dus het gaat even de multimeter vast. En dan, alles vast. Ja, alles vast. Dan zouden we dus... moeten dus tussen geel en wit nu spanning hebben. Zo. Nou, dat hebben we. En tussen geel en blauw niet. Nou, dat hebben we niet. Want dat heeft dus te maken met de verlichtingsstand waar de schakelaar nu op staat. Dit is groot licht en dan moeten we dus blauw en geel hebben.
Kijk maar. Dat werkt. En geel en grijs ook. En dan moeten we nog de klakson uitdrukken. Of de klakson. De Thomas uitdrukken met zwart en groen. Even kijken. Zo. Het allemaal vasthouden is al een beetje ingewikkeld. Even kijken. Ja, enigszins weerstand daar. Dat is denk ik goed genoeg. En dan de klakson is die. Ja, die doet het ook. Nou, dat is helemaal goed. Top. Dan kunnen we hem weer erop zetten en dan kijken of de lamp ook goed werken. Ja, en nu kunnen we dus het schakelaartje weer lekker erop schroeven. Wat vond je dus ervan al met al? Nou, dat was op zich best goed te doen. Kost wel meer tijd dan ik dacht. Maar ja, goed, als je goed werk wil leveren, dan moet je tijd ervoor nemen. Precies. Het eindresultaat, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja, mag er best wel zijn, hè? Ja, nou, deze schakelaar kun je tweedehands halen, maar je kan hem ook nieuw halen. Ja, die draait door. Nou, ja, maar die andere ook, geloof ik. Zit allebei niet. Nou, we kunnen een ander achterkantje opzetten. Ja, ja, doen we toch. Ja, ga straks in. Ja, deze schakelaar kun je dus kopen. Dit is een origineel model, ook nog een replica. Origineel is wel beter, ook een beetje prijzig. Ja, die keuze zijn jullie zelf. Linkjes staan ook beneden in de beschrijving. Vond je dit nou mooi om te zien? Gooi even die duimpjes omhoog allemaal. Laat die comments beneden achter. Klik op de abonneerknop en zet ook gewoon dat belletje aan. Zien jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!